Intussen voltrekt zich een grote vernieuwing in de schilderkunst. Expressionisme, kubisme, abstracte geometrische vormen. Verschillende kunstenaars hebben dezelfde idealen van klare en zuivere vormen. Zij verenigen zich tot de stijlgroep en in hun tijdschrift De Stijl propageren zij deze nieuwe ideeën. Ook hun architectuur wordt kubistisch en abstract. De mens heeft licht, lucht en ruimte gewonnen. Het is tegen deze toestanden dat de architecten de strijd hebben aangebonden. Er is veel schilderachtigs in het oude, maar van gezonde woontoestanden kan men daar niet spreken. Zo kan een nieuw mensengeslacht opgroeien. Dankzij de techniek die grotere mogelijkheden biedt, vinden beton, staal en glas nieuwe toepassingen. Intussen ontplooit de Nederlandse bouwkunst zich in verschillende richtingen. Een meer romantische die de Amsterdamse school voortzet, zoals in het bekende stadhuis te Hilversum van de grote bouwmeester Dudok. En een meer zakelijke richting, die van de nieuwe zakelijkheid of het functionalisme. Individuele opvattingen blijven echter herkenbaar. Tegelijk blijven sommige architecten trouw aan de baksteen, als typisch Nederlands bouwmateriaal. Zij werken sterk in de lijn van de traditie. Men noemt ze de Delftse school. Hun bezielende kracht was de Delftse hoogleraar Grandpré Molière. Hij bouwde in Rotterdam dit tuindorp als een oase van rust in de jachtige stad. Maar die rust zou niet lang onverstoord blijven.
1940. De oorlog vernietigt de hele stadswijken. De wederopbouw veroorzaakte een grootse bouwbedrijvigheid. Schaarste aan materialen en werkkrachten maakte soberheid tot een dwingende noodzaak, maar dit deed geen afbreuk aan de architectuur, integendeel. Het land bleef niet achter bij de steden.